strijkers, de mensen van het ritme, de percussionisten en ga zo maar door. Dat zijn allemaal mensen die conservatorium hebben gedaan, die hard hebben gestudeerd, die het eigenlijk allemaal verdienen is een keer in het zonnetje te worden gezet. Dat gaan we doen dit seizoen. We halen nu en dan die groep er eens uit en dan weer eens die groep. En vanavond één man heel speciaal. Want zijn muziek vertegenwoordigt een heel apart genre. En het wordt hoog tijd dat hij weer eens in het zonnetje wordt gezet, omdat hij onlangs 65 jaar is geworden. En omdat hij al 50 jaar op de planken staat. De grandioze Roemeense violist Gregor Serban. Komt u zitten, jubilaris. Komt u er even bij. Ja, ik haal u uit het orkest, want daar speelt u de laatste jaren in, maar uw hele leven heeft zich afgespeeld in cafés en restaurants. Ja, dat is waar, meneer Willems. Meneer Willems? Nee, meneer Duis. Ja. Ja, ik heb het vaak gespeeld overal, in de hele Europa en in Amerika en Zuid-Amerika ook. En nu is het zo dat in Nederland de etablissementen geen geld meer over hebben voor Roemeense en of Hongaarse muziek? Ja, maar die komt weer terug nu. Die terug. Heb ik een paar aanbiedingen, hier in Nederland en in het buitenland ook. Maar ik weet niet of ik doe dat. Hè. Nee. Even kijken. Maar goed, maar zover is het nog niet. En we hebben u nu vanavond, omdat u toch in het Promenadeorkest zit. En we willen u graag in het zonnetje zetten. Betreurt u het dat uw eigen volksmuziek zo weinig gehoord wordt? Ja, dat wel. Dat wel. Dat is iets apart, hè. Ja. En wij zijn blij als wij spelen een beetje onze muziek ook. Ik heb me wel eens laten vertellen dat Herman Krebbers en Theo Olof na afloop van hun eigen concerten vaak bij u kwamen luisteren. Dat is waar hoor. Alle twee zijn gekomen bij mij. Na Kurhau concerten zijn gekomen bij mij, geluisterd. En een afzakketje genomen en zo. En dan naar huis gegaan. Ja, ja. U vertelde me gisteren iets over uw techniek, hè? Want Roemenen die worden geloof ik al in de wieg geboren met een viooltechniek, hè? Ja, dat kan. In staccato. Laat eens even zien, wat is een staccato? Ja, hier. Nou, kan toch? Straks? Nee, ik wil het nu zien, van dichtbij. Dat is moeilijk, hè? Dat is moeilijk. Nou, dat moet u dan inderdaad virtuoos gaan doen. U wordt daarbij gestaan door uw eigen kapel. Ja. Ja. En daarin speelt ook uw zoon een grote rol, hè? Ja, dat is zo. André, die is 32 nu geworden. En die kleinste jongen ook. Ja, maar André die is afgestudeerd concertviolist. Ja, ja, zeker. Ja, dat is waar. In Maastricht bij meneer... Hoe heet dat, meneer? Ik weet het. Ja, dat is meneer... Raskin, ja. Juist. Maar u wilt mij toch niet vertellen dat u die woeste Roemeense klanken gaat vertolken in dit bruine promenadejasje, waarvoor overigens alle respect, maar daar hoort een Roemeens jasje bij, hè? Mag ik u dat even aantrekken? Heel graag. Meneer Serban, wat gaat u voor ons spelen? We spelen een oude Russische zigeunermelodie en dan een Yamshik Nigani Chiaro. En dan een virtuose Roemeense chora. Prachtig, daar gaan we. Gregor Serban en zijn orkest. Thank you.
Roemeens vuurwerk, dames en heren. En het is nog niet eens helemaal afgelopen, want eigenlijk tot verrassing van een deel van de Serban-familie. En het is het jammer dat Wijlen Kolia daar niet meer bij kan zijn, die virtuoze pianist. Is er nog een kleine toegift? Want er is nog een kleinere editie Serban, dat is het jongste kereltje. Die heet ook Gregor, naar zijn vader. En die heeft speciaal voor het 50-jarig violistenjubileum en de 65ste verjaardag van zijn beroemde vader een pianostukje ingestudeerd. Dat kent u allemaal als ik u de Roemeense titel noem. Het heet Zanje cu Zurgelai. Maar dat betekent gewoon de arre slee met de belletjes. En u kent het misschien als Johnny is the boy for me. Hier komt nog eenmaal, heel kort, de kapel van Gregor Serban met de jonge Gregor aan het klavier. Nieuwe generatie, de jonge Gregor.